dankjewel. Ja, en mijn laatste twee gasten, dat zijn twee hele bijzondere gasten. Dat is namelijk Jan de Wit samen met zijn robot. Geef ze een hartelijk applaus. Ja, hij heeft hier al de hele tijd gestaan. Keurig uit, want hij kan wat onbeleefd zijn, Jan, heb ik begrepen. Hij begint ineens te praten, dat kan nu ook gebeuren. Maar we zetten hem erbij. Klopt, ja. Ja. Hij zit er niet heel charmant bij, maar... Nou, hij is toch aandoenlijk? Ja, is wel leuk, hè? Zo. Ja. En, want ik heb maar gezegd, Jan de Wit en de robot. Heeft de robot ook een naam? Of heb jij een... De naam van de robot wisselt een beetje. Dus als je vraagt van hoe noem je hem, ja, daar kan je eigenlijk alle kanten mee opgaan. Dus officieel heet dit model Now. Ja. Dat is zoals die genoemd wordt door de producent ervan. Maar als we hebben heel veel onderzoek met kinderen gedaan bijvoorbeeld. Dus dan proberen we hem iets vriendelijkere naam aan te meten. Dus wij zijn gegaan voor Robin, ook omdat het een genderneutrale naam is. Ja. Dus dat kinderen zelf kunnen bepalen of ze het als een jongetje of een meisje zien en of ze daar überhaupt belang aan hechten bijvoorbeeld. En dat hebben ze naar de hand ook gevraagd. Van, nou, dacht je dat het een jongen of een meisje was? En dan krijg je de meest rare reacties van, ja, het is een jongen want hij praat heel veel. Of het is een jongen want hij is kaal. Dus ja, dat... Ja. Ja, en we hadden een rode en een blauwe robot bij ons toen. Dus wat hier donkergrijs is, was daar dan rood of blauw. Ja. Dus dat was ook soms een reden om er een bepaalde genderidentiteit aan toe te kennen. Dus ja, daar kwamen de meest bizarre reacties uit. Maar Robin doet het best goed. Voor ons ook een stukje nostalgie natuurlijk, Basje en Adriaan. Die, ja. We houden het voorlopig even op Robin de robot. Precies, ja. En dan hebben we die voorgesteld en dan moeten we jou nog voorstellen. Ja. Wie is Jan de Wit? Nou, ik ben universitair docent bij de afdeling communicatie en cognitie. Dus wij verzorgen de opleiding communicatie en informatiewetenschappen. Het is een vrij brede opleiding ook. Dus wij doen heel veel dingen die eigenlijk allemaal iets met communicatie te maken hebben. Dus ik zie ook heel veel overlap met wat eigenlijk net al besproken is ook. We kijken ook echt naar een beetje meer de taalpsychologie of wat doet non-verbale communicatie bijvoorbeeld. Dus echt een beetje de fundamentele communicatietheorieën. Ja. Ook heel erg bedrijfskundig gezien, dus marketingcommunicatie bijvoorbeeld, of hoe gaat communicatie binnen organisaties. Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met ook een beetje die HR-insteek. En tenslotte, wat een beetje wat nieuwere stroming is binnen onze opleiding, is onze communicatie met machines, met technologie, ja, met nieuwe media. En daar is dit natuurlijk een typisch voorbeeld van, waarbij we heel veel kijken naar hoe communiceren wij onderling met elkaar. Hoe maken we bijvoorbeeld gebruik van non-verbale communicatie daarin? En kunnen we daar gebruik van maken met dit soort technologieën? Precies. Kunnen we die ook daarmee uitrusten? Ja. We gaan er zo uiteraard over doorpraten. Misschien ook gelijk maar even. Het is een robot, maar geen kermisact. Hij gaat ook nu geen kunstjes doen, want je gaf al aan. We gebruiken hem natuurlijk in allerlei onderzoeken, maar dan moet er een hele hoop gebeuren. Moet hem aansluiten, laptop, en dan ben ik een halve techneut en dan kan ik geen interview houden. Ik ben meestal inderdaad meer op de achtergrond in die gevallen. Dus er is vaak wel iemand nodig die achter de schermen in ieder geval het allemaal een beetje opstart. Precies. We proberen die robot wel zo te programmeren dat hij heel zelfstandig is. Dus dat je hem eigenlijk op play duwt en hij doet zijn ding. Ja. Maar dat is wel een van de struikelblokken nog met dit soort robots. Het is heel moeilijk om ze zo intelligent te maken dat ze alles zelf kunnen. Dat ze zelf kunnen zien, begrijpen wat mensen zeggen. Dus vaak zit daar wel een onderzoeker in een andere kamer achter de scherm een beetje mee te kijken en wat te sturen daarin. Het zijn geen autonome robots die helemaal... Nee, en dat is ook vanuit communicatiewetenschappen gezien, ligt onze interesse ook meer bij van hoe reageren mensen daarop. Dus stel dat die robots in de toekomst wel zelf intelligent genoeg zijn om zich te kunnen redden in dit soort situaties. Hoe reageren mensen daarop en wat doet dat met mensen inderdaad? Ja. Ja. Laten we nu maar eens even kijken wat er nu al wel gebeurt. Je hebt de robot bijvoorbeeld ingezet bij kleuters. Ja. En kun je ook even gewoon, maar we hoorden net ook bijvoorbeeld bij Tetris, gewoon maar even in die praktijk. Wat doe je met die robot en wat moeten die kleuters, wat gebeurt er allemaal in het onderzoek? Ja, ons idee is, dus dat was dan als onderdeel van een groot Europees project met meerdere partneruniversiteiten door heel Europa. En ons idee was dat, wat we eigenlijk zagen gebeuren in de maatschappij, is dat de klassen steeds groter worden en de scholen worden steeds meer onderbezet eigenlijk. Dus een tekort aan leerkrachten. Waardoor we dus, dat is het argument wat we ook hadden aangedragen om financiering te krijgen voor dit onderzoek. Dus dat het moeilijk is om kinderen de aandacht te geven die ze nodig hebben. Ja. Dus zeker kinderen met bepaalde behoeften bijvoorbeeld, die net wat meer oefening met iets nodig hebben. Wij dachten, daar kan zo'n robot een uitkomst bieden. En we hadden ons daarbij vooral ingezet op het leren van een tweede taal. Dus we zijn hier in de omgeving, in Tilburg, maar ook in heel Nederland eigenlijk, met de robot naar verschillende scholen gegaan.
En daar hebben we gekeken of kinderen dan dus samen met zo'n robot Engelse woordjes konden leren. Dat is eigenlijk waar het meeste onderzoek over ging, wat we hebben gedaan. Ja. Precies, precies. En wat had je voor resultaten gezien? Wat zag je van, misschien ook hetzelfde weer, vanuit de voorspelling en wat er uiteindelijk uitkwam? Ja, nou, ons idee was dat, dat robots zouden helpen. En we hebben ook een vergelijking getrokken met een tabletversie daarvan. Dus omdat tablets nu natuurlijk heel veel in basisscholen ook al te zien zijn. En daarnaast liepen wij er tegenaan dat het is heel moeilijk om zo'n robot zelf ergens neer te zetten. Dus je moet altijd iets hebben waar je het over hebt. Je moet lesmaterialen hebben. Ja. Dus die hadden we toch al op die tablet staan. Dus ze waren eigenlijk samen met de robot met de tablet aan het spelen, als het ware, aan het leren. Dus we hadden ook een variant gemaakt waarbij we de robot verstopt hadden in het toilet vaak. Van wat was dan de volgende kamer. Dus we hebben een foto ook van dat die robot in het toilethokje weggestopt zit. En dan hadden we zijn spraak doorgesluist naar die tablet. Dus dan kwam de spraak van de robot uit de tablet, maar hij was dus niet meer fysiek aanwezig bij het kind. Dus die, ja, wat het kind betrof was het een soort van karakter wat verstopt zat in die tablet eigenlijk, omdat het uit die speakers kwam. En we dachten, als die robot daar fysiek bij zit en die doet bepaalde dingen, dus ik heb heel erg gekeken ook naar het gebruik van handgebaren door zo'n robot, dat gaat een heel krachtig effect hebben, dan gaan ze veel meer leren. Nou, dat viel een beetje tegen. Dus we zagen dat kinderen leren wel iets. Dus het is wel een goed leermiddel. Alleen ja, de vraag is natuurlijk, moeten we investeren in dit soort dure apparatuur als een tablet net zo effectief is? Precies. En daar leek het dus wel op in onze resultaten. Ja. Dat zo'n tablet toch eigenlijk net zo effectief is in het leren van een taal als de robot. Maar toen zijn we wat dieper gaan graven natuurlijk, hè, want we zijn onderzoekers en we willen eigenlijk heel graag zien dat die gebaren iets doen, want daar hebben we moeite in gestopt om die te ontwerpen. Dus als je dan wat dieper gaat graven, dan zagen we wel dat vooral de wat oudere kinderen, dus onze range was zeg maar 4 tot 6 jaar, dus de beide kleuterklassen, zag je wel dat die kinderen die wat richting de 6 jaar gingen, dat die dus wel iets aan die gebaren hadden. Dus dat het blijkbaar tijd, ontwikkeling nodig heeft bij die kinderen om die gebaren te kunnen begrijpen en om die te kunnen combineren met die Engelse woorden die we ze aan het geven waren. Mooi. Ja. En je hebt natuurlijk net ook het verhaal van Tineke gehoord. Ja. Daar liggen natuurlijk ook wel, het zijn net iets oudere kinderen, maar daar liggen ook wel overeenkomsten. Herkende je ook dingen wat ze vertelden? Ja, zeker. Ja, want ook, je kunt gebaren misschien ook een beetje zien als een soort van visuele informatie die dus bovenop wat je hoort komt te liggen. En wat interessant is dus, omdat ook weer die vergelijking trekken tussen robots en mensen. Als je die literatuur induikt, want ik ben geen expert in communicatie, taal, ik heb een meer technische achtergrond. Dus ik moest die literatuur induiken en dan zag ik eigenlijk alleen maar indicaties dat in principe als je rond de 4 jaar bent, zou je die gebaren moeten kunnen begrijpen. Dus er is iets met die robotgebaren, dat het, of de overload aan informatie die op je afkomt, want je hebt de tablet, je hebt de robot en je hebt spraak en visueel. Mm-hmm. Dat ze misschien te zwaar belast werden. Dat ze dus vooral de jongere kinderen moeite hadden om die combinatie te leggen van oké, dit gebaar wat die robot nu doet, heeft iets te maken met dat Engelse woord wat hij aan het uitspreken is. Dus ja, die cognitieve belasting is ook een heel belangrijk onderdeel daarvan. Ja. Ik kan straks uiteraard ook nog even naar Tineke toe, ben ook benieuwd. En ook leuk, weer een linkje met onze andere twee gasten. Ook jij bent op Lowlands geweest. Klopt, ja. En ook jij hebt nagedacht, is er een leuk universeel spel wat heel veel mensen kennen? Ja. En dat is Hints. Ja, klopt. Ja. En jij hebt Hints met robots gespeeld op Lowlands. Ja, dat was natuurlijk een heel geschikt plek, omdat het is, jullie hadden het ook al gezegd, hè, je zit bij die hoofdtent, dus er is best wel wat achtergrondgeluid en zo'n robot is niet heel goed te verstaan. Dus we waren achteraf blij dat we voor Hints waren gegaan, omdat het dus heel erg non-verbaal was allemaal. Dus je had eigenlijk het geluid helemaal niet nodig. En Hints, even voor iedereen die het niet kent. Ja, we hadden een soort variant van gemaakt. Dus wat er eigenlijk gebeurde was dat je kreeg als deelnemer in onze studie kreeg je een voorwerp te zien op een tabletscherm weer. Daar is die weer. En die moest je dan uitbeelden. En dan zou de robot ging dan proberen om te raden wat je aan het uitbeelden was. En we hebben ook het omgekeerde gedaan. Dus dat de robot iets probeerde uit te beelden en dat jij dan als deelnemer uit 4 verschillende opties het juiste ding moest uitkiezen. En hoe werkte dat? Zaten er grote verschillen in de ene kant op en de andere kant op? Ja, het is, we hadden het wel echt, want hier hadden we ook weer die keuze kunnen maken van er zit een onderzoeker achter het knoppen die af en toe mensen even gelijk geeft en af en toe iets moeilijks voorschotelt. We hadden dit echt helemaal zelfstandig gemaakt. Dus wel dat we hadden een 3D-camera meegenomen. Die nam iedereen op. Dus als ze die gebaren aan het doen waren, die werden opgenomen. Die werden ook opgeslagen. En die robot putte dus uit die dataset om zijn eigen gebaren te maken. Dus die werden vertaald van, als ik het eerst had gedaan bijvoorbeeld, van mijn lichaam naar dat van de robot. Ja, dan raak je natuurlijk heel veel informatie kwijt, want zo'n robot is veel beperkter. Die heeft ook maar 3 vingers bijvoorbeeld. Dus van dat soort gedetailleerde gebaren, daar raak je heel veel informatie uit kwijt.
En die beelden die dan weer uit naar nieuwe deelnemers. Dus die moesten dan raden wat eigenlijk een deelnemer voor hun had geleerd aan de robot. Ja. Dus het was helemaal dat redden in principe zichzelf. En wij hadden aan het einde van de rit een heel mooie dataset van een aantal mensen. We hadden over de 100 volgens mij, die dus meerdere dingen hebben uitgebeeld allemaal. Ja, ja, maar was er nog iets te zeggen in de zin van mensen waren in het algemeen beter, werden sneller herkend of de robot kon het op een gegeven moment sneller? Of is dat lastig? Ja, dat was wel een soort van leuk hobby onderzoeksvraag die we hadden van wordt die robot ook echt beter in het herkennen van mensen? Ja. En als die dataset dus steeds groter wordt, waar die mee kan vergelijken. En dat zagen we wel, maar we zagen ook dat het vrij snel een soort van plateau bereikt. Dus dat je wel, dan op een gegeven moment zat die volgens mij rond 20-25%. En dan kon je data blijven toevoegen, maar daar werd hij niet echt veel beter van. Nee, maar we hebben wel helemaal losgelaten. Dus wat je ook bijvoorbeeld hebt, want we hebben datzelfde experiment ook in Nemo gedaan. Dan heb je dus weer wat jongere deelnemers. Ja. En we hadden volgens mij een paar concepten erin zitten die achteraf misschien niet heel slim gecombineerd waren. Zoals bijvoorbeeld auto en bus, die heel erg dezelfde gebaren uitlokken. Maar ook viool en gitaar. En we hadden dus iemand bij die moest viool uitbeelden en die ging gitaar spelen. En gitaar zat er dus ook in, maar dan werd dus dat gebaar van een viool, wat dus eigenlijk een gitaar was, werd dus bij de verkeerde categorie ingedeeld. Dus die robot ging dan ook, als hij daar heel erg op vertrouwt, gaat hij in de toekomst gaat hij die twee door elkaar halen, omdat hij dus ook die data gebruikt om te gaan herkennen. Ja. En we hoorden net van een blaastest. Ik neem aan dat jij ook zoiets hebt gedaan, de invloed van alcohol. Ja, ik ben dus een paar keer op Lowlands geweest met verschillende onderzoeken. En dit was onze eerste keer met dat spelletje Hints. En toen hadden we eigenlijk helemaal niet aan gedacht. Het leek ons ook wel leuk om gewoon wat beschonken mensen onder invloed te hebben. Die waren super enthousiast en super toegewijd. Dus we hadden eerst een beetje die vrees van als je iemand hebt die echt helemaal weg is. Die gaat daar gewoon staan en die snapt niet wat, hoe. En dat gaat heel rare gebaren opleveren. Maar dat waren juist de meest fanatieke gebaarders, zeg maar. Dus dat was dus misschien toch iets leuk. Drinken op het werk hebben we dan. Ja. Want daar word je wel fanatiek van. Je wordt er wel fanatiek van. Je wil wel echt een prestatie neerzetten. Ja. Want inderdaad, je bent meerdere keren geweest. Je hebt ook onderzoek gedaan wat voor band mensen op kunnen bouwen met een robot. Klopt. Ja, dus daar hadden we. Dat was een iets moeilijker experiment om te doen. Want daar hadden we een hartslag gesimuleerd. Dus we hadden een shirtje aangegeven en daaronder een soort van vibratieapparaatje geplaatst, dat je dan die hartslag kon voelen. Dus we hadden mensen ook uitgenodigd, waarbij Hints het niet heel veilig was om echt de robot aan te raken, hadden we ze daar wel gevraagd om de robot ook echt aan te raken, zodat je die hartslag kon voelen, met het idee dat dat dan een betere band zou oproepen. Dus dat iets intiemer contact, dat je ook iets meer, het wordt iets menselijker. En deed het dat ook, naar de resultaten? Ja, je ziet wel dat daar wat verschil. Dus daar hadden we ook mensen hun hartslag gemeten en zo bijvoorbeeld, dat dat ook wat rustiger wordt. Het was ook meer een kalmerende interactie, dus ze praten echt met de robot. En je ziet wel dat dan, je kunt daar een beetje in schuiven, van hoe menselijk wordt zo'n ding gezien. Ja. En het is ook maar de vraag of je dat wilt natuurlijk. Dat je echt een sterke band met zo'n robot opbouwt. Ja. Ja. Dus je hebt al heel veel onderzoeken gedaan. Heel veel kennis vergaderd op dit gebied. Dan kun je ook misschien met een beetje helikopterbril ook kijken van de weerstand die veel mensen bijvoorbeeld hebben tegen robots. Die is natuurlijk ook. Ja. Ze nemen onze banen in. Het wordt allemaal zo onpersoonlijk. Noem het allemaal maar op. Kun je dat inmiddels met de kennis die je hebt nuanceren of juist bevestigen of ontkrachten? Ja, dat is iets waar we heel bang voor waren aan het begin van ons grote project eigenlijk. Van we gaan daar naar scholen toe en dan krijg je gewoon die weerstand van docenten of leerkrachten die zoiets hebben van je komt hier nu met die robot onderzoek doen, even tijdelijk, maar over een paar jaar staat die robot voor de klas in plaats van ik. Nou, toen ze eenmaal het experiment een beetje hadden gezien, want we hebben het ook gedemonstreerd aan die leerkrachten, toen kwamen ze daar wel van terug, want je ziet gewoon hoe klunzig dat ding is en hoeveel wij nog als onderzoekers achter de knoppen zitten. Dus ik zou me daar niet zo'n zorgen over maken. Nee. En tegelijk ook wel even een linkje naar de column net van Martin over rituelen. Je zag tegelijk wel dat kinderen zich wel snel kunnen hechten aan die robot. En dat je dus omgekeerd ook niet zomaar weg kan halen. Dat ook weer gevolgen heeft. Klopt. Ja, dat zie je ook vooral in de gezondheidszorg, waar die robots ook best vaak worden ingezet. Want je kunt je voorstellen als je, vooral als jongere patiënt bijvoorbeeld een vrij heftige ingreep hebt, dan kan zo'n robot een beetje wat sociale ondersteuning bieden. Of als je daar ook in het ziekenhuis bent opgenomen, dat zo'n robot over de gangen rijdt en dan bij jou even binnenkomt kijken of alles nog wel goed gaat. Waar ook daar weer de verpleging natuurlijk sterk onderbemand is. En dus niet de tijd heeft om iedereen te woord te staan heel de dag door. Dus een soort gezelschapsmaatje eigenlijk. Ja. Maar dan merk je wel dat als je, want wij zijn onderzoekers, wij komen naar binnen, we doen ons ding. En dan in principe ga je weer weg. Ja. En dan neem je die robot weer mee. En dan die nazorg is wel heel belangrijk. Want je merkt dat zeker kinderen inderdaad, die bouwen wel echt een band op met zo'n robot. Wij zijn ook over een aantal weken, zijn wij 7-8 keer met die robot bij ieder kind geweest. En als je dan ineens van de een op de andere dag weer weghaalt, dan kan dat best wel een effect hebben. Ja. Ja.
Ja. Dus ook dat is om iets over na te denken. Wat zijn nog meer zaken waarvan je denkt, dat is ook waar dit programma natuurlijk steeds over gaat. Hoe gaat jouw onderzoek weer de wereld in? Wat hoop je dat we met de kennis die je aan het vergaren bent, wat hoop je dat dat met ons allen of bepaalde mensen gaat doen? Ja, ik denk waar nu een beetje wat discussie ook over is die term van democratisering van dit soort technologieën en van dit soort hulpmiddelen. Ja. Dus steeds meer mensen in staat stellen om ze te kunnen gebruiken. Dus ook meer inclusie eigenlijk in die zin. Maar ook om daar dingen voor te kunnen maken. Dus wat wij ook zagen bij ons onderzoek, je komt dan af en toe op een school of je komt in een ziekenhuis, waar zo'n ding al ooit is aangeschaft door die instelling zelf, maar die komt dan vaak ergens op de plank te liggen, omdat dus er niet de kennis aanwezig is om dit ding echt aan te kunnen sturen. Dus het is eigenlijk een soort van platform, het is een technologie die, ja, je ziet het nu eigenlijk ook, hij zit daar gewoon maar een beetje. En je hebt echt nog wel wat know-how nodig om dat blijvend interessant te houden ook. Ja. Dus wij hadden een spelletje geïmplementeerd, daar hebben we maanden aan gewerkt om die taal te kunnen leren. Dan had je 7 lessen. En toen was het alweer op. Ja. Dus dan, om die aandacht echt vast te kunnen houden, moet je gewoon iedereen eigenlijk in staat kunnen stellen om zo'n ding te kunnen aanschaffen, maar ook om daar nieuwe inhoud voor te kunnen maken. Precies. Ja. En een andere trend waar we natuurlijk ook nog over moeten hebben, is ook technologie die zich aan het ontwikkelen, hè? AI en ChatGPT, we ongetwijfeld allemaal wel eens kennen, hè? Die kun je een vraag stellen en er komt gelijk een prachtig antwoord uit, waarvan je vaak ook denkt, dat is gewoon ook een goed antwoord. En dat klopt ook. En jij bent daar ook mee aan het experimenteren om te kijken wat dat ook weer met ons doet? Klopt, ja. Dus in de tijd dat wij dit onderzoek deden, waren er wel soortgelijke systemen al. De voorgangers eigenlijk van ChatGPT. Nog niet zo mainstream bekend, maar we hebben er toen wel naar gekeken van, kan dit iets voor ons betekenen? Alleen omdat wij dus in dat soort situaties bezig waren, in het onderwijs, in de gezondheidszorg, kwamen we toch eigenlijk elke keer weer terug op vooraf geprogrammeerde dingen. Dat we dus heel veel controle hadden over letterlijk wat dat ding ging zeggen. Omdat we heel erg bang waren dat als we dat ding gewoon zouden koppelen met ChatGPT bijvoorbeeld, en het kan gewoon een vrije loop gaan, dat die dingen zegt waar wij niet achter staan bijvoorbeeld. Dus dat we dat ding de school inbrengen en dan een of andere doos van Pandora openen waar van alles uit kan komen. Want je wil als wetenschapper natuurlijk de condities controleren. Dat je weet, hij moet dit doen en hij moet dat doen. Wat zijn de verschillen? Ja, en je wil die kinderen het liefst ook niet traumatiseren met je interactie. Dus het is ook wel bekend dat dingen als ChatGPT redelijk veel vooroordelen bijvoorbeeld bevatten. Ja. Dus je geeft ze ook een bepaalde gekleurde weergave van de wereld en hoe die werkt mee. Door dat gewoon 1-op-1 te koppelen en dat de wereld in te schuiven. Ja. Precies. En dan nog een laatste. Wij spraken elkaar natuurlijk ook van tevoren en we hadden nog een soort einde. Hè, want je wil altijd dat dingen over worden gebracht als wetenschappen de wereld ingaan. Ja. En dat betekent ook bijvoorbeeld meedoen aan zoiets als open science. Ja. Misschien ook even, net als die Veni, Vidi, Vici, dus binnen wetenschappers weten we allemaal wat het is. Maar even voor de leken, wat is open science? Ja, open science is eigenlijk dat je, waar intuïtief denk ik heel veel mensen, ook mensen die in het ondernemerschap zitten, mensen die in het bedrijfsleven werken, als je een geniaal idee hebt, dan wil je daar heel sterk aan vasthouden. En ik heb zelf ook heel lang dat gehad van, dit is een geniaal idee, dit gaat mij rijk beroemd maken. En dan bescherm je dat heel erg. En open science is een soort van tegenbeweging waarin je juist dingen zo vroeg mogelijk en zoveel mogelijk de wereld ingooit. Zodat je daar wereldwijd eigenlijk met andere onderzoekers naar kunt kijken. En zodat ook andere mensen vooruit kunnen met de data die jij bijvoorbeeld hebt verzameld. Of met de experimenten die jij al hebt uitgevoerd. En jij doet dat dus ook in de praktijk? Ja, dus bijvoorbeeld die dataset van gebaren van Lowlands. We hebben dat ook bij Nemo Wetenschapsmuseum, hebben we hetzelfde trucje uitgehaald eigenlijk. Ja. Die datasets hebben we gecombineerd en die hebben we vrij beschikbaar gesteld. En ik denk dat is een heel positieve beweging, omdat het helpt bij de democratisering ook. Dus dat steeds meer mensen de middelen hebben om dit soort onderzoek ook te kunnen doen, of om daar iets op te bouwen of op voor te borduren. En dat betekent zelfs dus ook als je niet verbonden bent aan een universiteit, maar het gewoon leuk vindt om in zo'n set data eens rond te kijken, ook dat kan gewoon. Ja, precies. Ja, en dat is ook wel een trend die we steeds meer zien, ook als wij publiceren, want die artikelen die wij publiceren, naast dat ze natuurlijk vrij moeilijk door te komen zijn, omdat het allemaal een beetje stoffige taal is, waar volgens mij ook wel wat ontwikkelingen in zijn om dat iets toegankelijker te maken. Mm-hmm. Daar kan ChatGPT bijvoorbeeld wel bij helpen. Ja. Maar ook omdat de rechten daarom omheen, daar is de universiteit ook heel erg mee bezig om dat meer open te maken. Zodat je ook als je niet betrokken bent bij een onderwijs- of onderzoeksinstelling, dat je toch gewoon dat soort papers kunt openen en kunt lezen. Ja. Dus daar moeten we iets meer voor neertellen. De universiteit. Ja. Maar daardoor is het wel voor iedereen open. Precies. En dat is het geld zeker wel waard, volgens mij. Hoe vaak ben je inmiddels op Lowlands geweest, trouwens?
Als onderzoeker dan? Ik ben er twee keer geweest. Twee keer als onderzoeker? Ik heb 3 kansen gehad, maar 1 keer kon ik niet zelf. Ja. Dus daar heb ik wel al het voorbereidende werk gedaan, systeem mee opgezet en zo. En toen heb ik het uiteindelijk moeten overdragen naar een aantal collega's. We hadden deze keer ook een poging gewaagd, maar er waren heel goede onderzoeksteams die ons weggeconcureerd hebben. Dus, Tetris en... precies. Ja, en die hadden hun idee wel geheim gehouden. En, ja, open science, hè, dat werkt nee, altijd in je voordeel. Heb je voor nu even kunnen vertellen wat je graag wilde vertellen? Zeker, ja, dankjewel. Dan ga ik ook hier, dankjewel uiteraard. Straks een heel groot applaus, maar eerst maar eens even kijken, ook wederom in de zaal, wat jullie hiervan vinden. En ik ben natuurlijk ook benieuwd naar Tineke, naar de overeenkomsten en misschien ook wel verschillen die mogen een klein beetje lichten. Ja, wat vind je van het verhaal van Jan? Ja, heel erg leuk. En ik zie inderdaad ook heel erg die parallellen van die visuele input. Dat gaat over mondbewegingen, maar dat gaat ook over het knikken van je hoofd. Het gaat ook over je gebaren. En gebaren voegen inderdaad ook heel veel toe aan spraakherkenning. En wat ik leuk vond was van dat je het had over die ontwikkeling van kinderen ook. En dat je verbaasd was van, goh, gaat het nog gebruiken ze dat nog steeds niet? En daar is ook die tegenstelling eigenlijk dat hele jonge kinderen, dus baby's die van 10 maanden, die gebruiken al allemaal mondinformatie voor spraak. Maar tegelijkertijd gaat dat integreren van wat je hoort en wat je ziet eigenlijk nog door tot zelfs tot kinderen puber zijn. Dus dat duurt eigenlijk best wel lang voordat ze dat zo goed kunnen. Ja. Dus dat vond ik leuk om te horen. Ja. Mooi, ja, dankjewel. Jij mag reageren of zeg je alleen maar, kan ik het alleen maar mee eens zijn? Ja, nee, super bedankt. Ja. Ja, je ziet dat mondbewegingen is een beperking hiervan inderdaad. En daar liepen we ook heel erg tegenaan, omdat we wilden kinderen Engels leren. En ja, we dachten van, zo'n robot kan alle talen spreken die je installeert. Super tof. Alleen de kwaliteit van de spraak, van de uitspraak vooral, die laten wel te wensen over. Dus een van de vragen die ons ook gaandeweg eigenlijk te binnen schoten was ook van, ja, leren we ze wel goed Engels nu? Ja. Dus dat is ook nog wel een kanttekening van, ja, is de robot wel ver genoeg om dat vloeiend genoeg te kunnen doen? Ja. Precies. Ja. En ik weet niet of ik een columnist ook vragen mag stellen, maar ik zag hier natuurlijk ook wel wat linkjes. Als we het hebben over rituelen, we zien robots vaak echt als iets, ja, dat is onpersoonlijk en dat stoot ons af, dat is zakelijk. Zeker die mensen die heel erg naar dat verleden nostalgisch kijken. Hoe kijk jij naar dit soort ontwikkelingen en rituelen die we hebben? Staat dat inderdaad gespannen voet of kan het ook samengaan? Nou, vanuit ritueel perspectief vind ik dat nog wel lastig, maar als ik kijk meer ook vanuit cultureel perspectief, vraag ik me af of de robot bewust wit is. Of die bewust wit is. Vanuit cultureel perspectief. Ook onderzoek naar gedaan. Nou, je ziet wel dat er worden overal robots geproduceerd. Dit is een van de meest voorkomende robots in wetenschappelijk onderzoek. Wat inderdaad dat soort vraagtekens wel oproept. Je ziet ook wel dat in andere culturen anders wordt gedacht over robots. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Japan, daar worden ook heel veel robots gemaakt. Dat is traditioneel ook in de popcultuur natuurlijk heel erg ingebed. Daar zijn ze vaak veel menselijker. Dus daar krijgen ze echt siliconen huid. En speelt dat een grotere rol dan in onze context, zou ik zeggen. Er is ook onderzoek naar gedaan, inderdaad, van als we die robot nou eens zwart maken, hadden ze volgens mij gewoon met Photoshop gedaan, met een foto van deze. En dan dus een zwarte huidskleur gegeven. Hoe mensen daarop reageren, en dan zie je dat inderdaad een soortgelijke reactie uitlokt als bij mensen. Dus dat daar inderdaad, daar zit volgens mij iets achter. Daar zitten bepaalde stereotypes achter die bij de ontwerpers, bij de ontwikkelaars van die robot, is dus niet binnen Tilburg University ontwikkeld, dat die wel een rol spelen. Dus, en dat daar misschien ook meer onderzoek naar gedaan had moeten worden bij het opzetten van dit hele product. Ja. Ja. Mooi. Ja, en ik ben ook natuurlijk even benieuwd, zien we ook al nieuwe kansen om samen naar Lowlands te gaan? Misschien vanuit een soort open science gedachte hier vanavond? Ja, zeker. Ik denk dat robots ook steeds gebruikelijker worden binnen organisaties. En dat we ook zien van de interactie op zakelijk niveau met een robot. Wanneer benader je bijvoorbeeld een robot en wanneer benader je een menselijke collega? Dus ik denk dat we zeker nog een hoop met elkaar en van elkaar kunnen leren als we het hebben over dit soort vragen. Ja, al nieuwe ideeën. Nog steeds voor je houden. Ja, nee, precies. Nee, ik vind het heel goed. Ik ben ook helemaal voorstander van open science verder. Misschien kunnen we Tetris en robots combineren volgende keer. Ja. Leuk. Zoek elkaar ook vooral op. En uiteraard ook aan jullie weer de gelegenheid om vragen te stellen, opmerkingen te plaatsen, complimenten te geven. Mij gewoon weg te sturen. Ik ben altijd gewoon benieuwd. Vond je het een leuk verhaal? Ik vond het zeker een leuk verhaal, ja. Mooi. Hoe kijk jij naar het verhaal? Heb je nog vragen of dingen die je graag wil weten? Nee, ik vond het ook een leuk verhaal. Kijk uit naar de tijd dat robots mijn werk kunnen overnemen. Ja. 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 En als ik mag vragen, wat voor werk doe je? Ik ben gedragsdeskundige. Aha.
En dat is nog wel een behoorlijk grote weg, denk ik. Wat zouden de robots, wat zijn mogelijkheden die je nu al ziet? Van nou, in sommige functies, sommige dingen zie ik wel kansen, mogelijkheden? Of? Ja, ik weet dat er al heel veel apps zijn voor mindfulness. En ja, ik denk dat wel in een robot verwerkt zou kunnen worden. Maar ik vraag me af of ik het nog ga meewerken dat ze echt mijn werk kunnen overnemen. Maar. Mooi, dankjewel. Andere vragen en opmerkingen? Dingen die u wel weet? Ja, loop ik even naar de andere kant toe. Yes, aan deze kant. Het gaat ook vooral over hoe mensen op robots reageren, vertelde je. En mijn beeld van praten met robots is echt zo'n stereotype robotstem. Heeft Robin dat dan ook, of is dat dan echt wel anders? En zie je ook dat mensen daar dan verrast op reageren, bijvoorbeeld? Ja, ik had hem heel graag even willen laten horen, maar dat kost gewoon te veel tijd om aan te zetten. Maar de stem is redelijk goed. Je ziet wel dat die kwaliteit van die spraak wordt ook steeds beter. Ik denk dat we ook, er zijn wat initiatieven van Google onder andere volgens mij, waarin ze heel dicht bij menselijke stemkwaliteiten komen, stemkarakters. Dan wordt het ook weer een beetje akelig, vind ik. Als je zoiets hebt wat er niet 100% menselijk uitziet en daar komt ineens een volledig menselijke stem uit, dat zorgt ook voor een raar soort reactie in mensen. Deze heeft op zich een heel schattige stem, die gewoon heel vriendelijk is. Niet super vloeiend. Dus het zit een beetje tussen wat je kunt voorstellen uit zo'n killer robot uit een film en hoe wij praten in. Daar zit het een beetje tussenin. Ja. Het probeert wel slim uit de zin op te maken van hoe dingen aan elkaar verbonden moeten worden. Dus het is niet zo dat hij dezelfde klanken altijd precies hetzelfde uitspreekt. Hij probeert wel de klemtoon goed te leggen bijvoorbeeld. En daar hebben we ook wat in moeten fine-tunen. Dus dat is ook weer een reden om niet zomaar dit ding aan ChatGPT te koppelen. We hebben ook wel echt, bijvoorbeeld giraf kon die niet uitspreken, hebben we met fonetische dingen, volgens mij was het iets van Z-J-I-R-A-F of zo, hebben we dat een beetje laten klinken zoals wij het zeggen. Dus we zijn er nog niet, nee, maar het klinkt wel heel vriendelijk. Dat is ook de reden dat we voor deze robot zijn gaan, omdat zeker voor kinderen werkt het niet heel erg intimiderend ook. Dus dat was voor ons wel heel belangrijk, ja. Dus je kijkt ook, die taal heeft ook een functie en een manier waarop het wordt uitgesproken. Dat als je het weer te natuurlijk maakt, kan het weer tegen de robot werken. Precies, ja, dat zie je eigenlijk. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan op het gebied van uiterlijk van robots. Dus als een robot er heel menselijk uitziet, maar net niet menselijk is, en je weet dat ook, dan geeft dat een heel akelig gevoel, omdat er dan net iets niet klopt. Dus dat zie je heel vaak in de non-verbale communicatie terug. Dus als je een robot hebt met een echte huid en zo, maar er zijn net te weinig rimpels of die ogen bewegen net op een rare manier, dan geeft dat een heel akelig gevoel en dan wil je eigenlijk niet met die robot omgaan. En deze, die zit daar mooi veilig vandaan. Die is heel, heel verwelkomend eigenlijk op die manier. Ja. Nog een blik in de toekomst wat betreft de robots. We hoorden mevrouw wel zeggen, ja, dit zouden mogelijkheden kunnen zijn. Wat zijn bijvoorbeeld mogelijkheden waarvan jij zegt, nou, dat zou me niet verbazen binnen een jaar of 2, 3, dat het misschien toch wel echt aan zit te komen? Ja, ik denk dat ze wel steeds meer, dat ze steeds intelligenter worden. Dat ze steeds meer kunnen zien, kunnen horen, kunnen bedenken ook op zichzelf. Ja. En ChatGPT is goed in het veinzen daarvan. In het soort van doen alsof het dat doet, zeg maar. Alsof het weet waar het over heeft. Het klinkt heel geloofwaardig. En ik denk dat ze in de toekomst ook wel, want heel veel wat wij doen is natuurlijk gebaseerd op ervaringen, op herinneringen die we hebben. Vanuit daar praten we met elkaar. En dat is iets wat robots nu niet echt hebben. Want ja, ChatGPT ook, dat is getraind op een gigantische set van herinneringen, ervaringen van heel veel mensen. Die heeft zelf niet de wereld meegemaakt. Die heeft niks zelf geleerd in die zin. En ik denk dat we daar misschien wel wat ontwikkelingen zullen zien. Dus dat we eigenlijk als een kind zo'n robot grootbrengen, misschien in versnelde vorm. Zodat we in een paar dagen tijd kunnen we een robot van net geboren naar tiener krijgen bijvoorbeeld. Ja. En dat hij dat dan leert niet door heel veel teksten te lezen, maar door echt met de wereld in interactie te gaan. En daardoor dus op een soortgelijke manier leert als hoe wij dat doen. Mooi. Ja. Mooi. Ik kijk nog één keer in de zaal. Laatste ronde. Alles kunnen vragen wat u voor dit moment wilde vragen. En dan kijk ik ook nog naar jou. Heb je alles kunnen vertellen wat je graag wilde vertellen? Zeker, dankjewel. Dan krijg jij en Robin uiteraard een heel hartelijk applaus. Dankjewel, Jan de Wit.